Bas, wat is jouw rol geweest in het onderzoek? Mijn naam is dus Bas Hermans en ik ben Operations Director bij de Sniffers. En onze rol is eigenlijk in het onderzoek dat wij doen lekdetectie. We zijn al jaren gespecialiseerd in lekdetectie wereldwijd. Dus ook voor de platformen en ook voor de gepen. Mm-hmm. En wat we eigenlijk doen is waar dus TNO met een boot rond de platformen vaart en eigenlijk de algemene emissie van een platform in kaart willen brengen, gaan wij echt on-site, vlak op de flenzen, valven, tussen de installaties eigenlijk naar lekken opsporen en die lekken dan ook gaan kwantificeren. Hoe ziet dat er in de praktijk uit, die metingen? Goed, dus wat we hier zien is de high-flow sampler. Dus alles is draagbaar. Hè. We zitten ook in de installatie, dus alles moet in rugzakformaat aanwezig zijn. Dus dit toestel gaat eigenlijk een flow creëren. Je hebt hier een lekpunt, een valfje op een tank. Die hebben we gebacked. Je krijgt een soort van flow die wij creëren van dit toestel. En op het uiteinde van het toestel meten we met een FID, een draagbare FID die daarvoor net gecalibreerd is. En daarmee gaan we eigenlijk de exacte concentratie bepalen. En aan de hand van die zaken kunnen we eigenlijk exact zeggen, oké, deze flens die ingepakt is, die verliest x aantal kilograms per jaar. De platformen, we zien dat die goed presteren, dat er eigenlijk weinig lekkages zijn. En dat komt natuurlijk ook al omdat we al tientallen jaren bezig zijn met deze metingen. We hebben al veel reparaties gedaan, de platformen hebben reeds veel hersteld. Mm-hmm. Dus dat is ook een jaarlijkse opvolging. Dus niet alleen voor dit programma hebben we die metingen gedaan, maar we doen die eigenlijk al tientallen jaren.